back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this doo-doo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA, I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So put your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior seniors, it's to move your feet. I bring the refreshments and stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I feel I can fly. I'm on 6, 7, 8 cloud. Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog. Hierop, it's Ultrex, de ene rechte. En we zijn weer naar Feyenoord toe en ik heb bij me Ramonski. Inderdaad, monsieur Ramonski. En we gaan nu naar de Kuip toe. Feyenoord FC Utrecht. Yep, de volgende wedstrijd, rare tijd, 11:15. Normaal waren die wedstrijden altijd om 12:30, wacht je eventjes. Ja, om 12:30 gereden. Ja, nou, en dan gaan we weer, jongens, richting de Kuip. Yes, dat sowieso weer. We hebben er weer zin in. Hopen dat het weer een beetje beter is dan de afgelopen weken. Ja, vorige week natuurlijk 1-1 gespeeld tegen... wie was het ook weer? Tegen wie hadden we nou ook weer gelijk gespeeld? 1-1 was het tegen... Oh ja, AZ. Ja, AZ hadden we gelijk gespeeld. Ja, en nou mogen we weer op die Europa. Oh, god. Wat is er? Ja, dat ding is kapot. Nou, dat is een mooie... Ja, heb ik hem nou bij me. Even wachten hoor, want er is weer wat aan de hand. Even wachten hoor. Zo, nou ben ik weer. Ja, was even paniek. Was even mijn kaart kwijt. Hé, Ramon. Ja, dat was even zoeken. Normaal zit hij in een passie, maar een passie was gebroken. Ik denk, nou, dat is niet best hè. Nee, precies. Staat er een metro? Ah, de Pelsenbrug. Die moeten we niet hebben. Nou, horen jullie allemaal dadelijk wel weer als we bij de Kuip zijn. We gaan weer even een wereldreisje maken hoor. Tot zo. Zo, nou we zijn maar gelijk naar binnen gelopen, want het regende keihard. Dat is Ramon, wat denk jij wat de wedstrijd gaat worden vandaag? Ja, ik hoop 3-0. Ja, ik zeg 3-0. En jij? Ja, houd dat maar op. 3-0. Houd dat maar op. Dat is gewoon net ook onze inschatting. En volgende week kan er niet mee. Ah, ja, één keer kan er weer niet mee. Dan moeten we helaas even één keer overstaan. Ja, dan is niks aan te doen. Ja, dan heb ik misschien Vincent mee. Ja. Dus, dan komt het wel altijd wel alsnog goed als er een beetje mee zit. Maar... Ja, dat is het. Dan gaan we gewoon kijken wat het wordt. Hè. Ja, precies. We hebben het weer gewoon moois van maken. Voor veel. Nummer 15, Real Malasia.
32, Robin Wessel. Ja, voor die kinderen in...
die kinderen in Os. Never walk alone, alone, alone. Never walk alone. You never walk alone, alone. And you never walk alone. You never walk alone, alone. Ik had verwacht dat er nog een soort stil van de gegeven, maar nee. Dat is voel ik wel een schoon gebeurd. Misschien nog een andere zin
wat denk je? Ik hoop voor ergens dat ze nog wat doelpunten maken, want de eerste helft was nou niet veel aan. Nee, er was niet veel aan. Hè. Ook kansen, maar niet maken. Nee, precies. Ze hebben wel inderdaad wel kansen gemaakt, maar ze hadden wel een beetje doelpunten maken. Ja, ja. Ja, dat was niet veel. Nee, dat was niet echt. Ze moeten er een beetje spelen dan wat ze hebben. Ja, het was 0-0. Gehad, maar niks gemaakt, dus hopen dat de tweede helft wat beter is. We hebben wel een beetje te doen leven, zoals we zeggen. Ja, hopen dat het wat beter is. We hopen op deze keer gewoon wat mooie punten, dat het een beetje te doen is. We gaan het wel zien. En we gaan het wel meemaken. We gaan het wel meemaken. Nou, de tweede helft, jongens.
ze hebben een 0-0 dadelijk. Ja, eventueel. Echt ongelooflijk. Ja, als het dan beslissen, dat dan maar zo. Ja. Als je nu een doekje door omhoog krijgt. Het zou feest als ik 0-0 verleden bij verzetten staan. Nou, kom op! Zit ze en nu staan de lampen al om. Ja, dat heb ik er dan alleen. Zo slecht weer is het, zo donker. Ja, precies, het is even jammer zo langs dat weer. Grauwig weer, hè. Het is even maar net zo nieuw druk.
Thank you.
Oh!
is afgelopen. We gaan nu snel terug naar Spijkenisse. Het regent heel erg hard, dus ik maak het niet te lang hier. Ik sta voor de Kuip, sta ik. Het is niet echt lekker zo. En het is... Het is 1-0 geworden. Het was echt een close call. Ja. Het was weer zweten, klamme bilnaad. Maar we hebben het weer gered. Gelukkig de 3 punten zijn weer binnen. En we hebben weer 3 punten. Feyenoord Utrecht is 1-0. Dadelijk gaan we de wedstrijd van de neuzen kijken tegen PSV. Moeten die vandaag. Dus ja. Die ga ik vanavond kijken. Nu is het vooral op tijd... Zorgen dat we bij de tram zijn, dan zitten we lekker droog. Of staan we droog. Ja, en we gaan weer op weg naar Spijkenisse. Ramon, wat vind jij ervan? Ja, Ramonski, wat vind jij ervan? Ja, ook al was het één bonk kloten met hoe ze spelen. Maar, dat wel. Maar uiteindelijk hebben ze toch nog maar die 1-0 gemaakt. En, gelukkig wel, gelukkig weer 3 punten. En dan zeg ik maar het beste, maar het was maar het is in ieder geval beter iets dan niets. Ja, een beetje iets dan niets. Een beetje van dit en een beetje van dat. Ja, een beetje verzussen. Nou, dan gaan we. We gaan de gevaarlijke hobbel nemen weer. Ja. Oh, dit is zo kut dit. Hè. Nou, het heeft geregend, nou is het helemaal kut. Ja, ik denk niet dat we het beste... Ja, zullen we het gaan... Ja, wagen we het of gaan we via de trap? Nou, ik ga via de trap hoor. Ja. Ik ga via de trap, ik durf het nu niet aan om... met deze regen... Nee. Om daar... ja, durf ik niet om... om over het gras te gaan. Zo, oh, zo. Ja hoor. Zeiknat. Godverdorie, ik heb een zeiknatte sok. Een beetje minder. En een zeiknatte schoen. Een beetje minder, maar. Nou, tot zo als we weer eens bij Kinnissen zijn. Doei. Zo, nou Ramon, we zijn er weer, jongen. We zijn er weer. We zijn weer in Spijkenisse. Ik ga lekker naar huis toe. Ik moest zeiken, dus ik moet even opschieten. Voor de goede zaken. Ik moest snel naar huis toe. En Ramon, wat vind jij ervan? Oh ja, dat had ik al gevraagd. Ja, gezegd, ja, dat had ik al gezegd, allemaal oud nieuws. Dat dan weer wel. Nou jongens, ik zou zeggen, vonden jullie deze video leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op It's Ultracks. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als er weer een video of livestream is en druk op de notificaties. Jongens, allemaal de groeten. Ramon, bedankt weer. Is goed, laat haar. En ik zou zeggen, tot de volgende ronde jongens. Bye. Dat was al. Eww.